wel hierheen. Daarachter is het allemaal afgelopen. Hier wordt hier veel gezelliger. Leuk hoekje ook. Mijn naam is Gerrit Vos. Ik ben eigenaar van Imagobouwers. En ik mag het vandaag een beetje aan elkaar praten op de verschillende podia. En daar verheug ik me sowieso al erg op. Wij hebben volgens mij een hartstikke leuk programma samengesteld. Market Visions, er worden eigenlijk masterclasses gehouden van alles wat. Dat doen we met behulp van een klok. Dus na een daverend applaus uit de zaal gaat de klok lopen. Daar zorgt onze technicus voor. Dus, nou, benieuwd naar of dat allemaal gaat werken ook. Hè? Dat zit wel goed. Een paar weken geleden zag ik op Tegenlicht een documentaire met Eero Paloheimo. En dat is een Finse schrijver. En die is heel erg met duurzaamheid bezig. En die was bezig om een eco-stad in China te bouwen. En dat ging gelijk om een stad van meer dan 100.000 inwoners. En die documentaire ging eigenlijk over China, hoe die zaken aanpakken. En ik vond het wel beeldend dat hij op een gegeven moment zei van, ja, in tijden van crisis is die democratie is te traag. En daar gaat het volgens mij, dat is best wel raak wat hij zei. Maar volgens mij gaat het juist erom dat wij met z'n allen een verschil kunnen maken. En dat vind ik zo mooi aan Building Holland. De komende 3 dagen, er komen ontzettend veel partijen langs die allemaal hun visie gaan delen en gaan vertellen hoe zij zaken aanpakken, kennis gaan delen en ook het debat aangaan, dialogen aangaan. Dus ik hoop dat daar veelvuldig gebruik van gemaakt zal worden. We staan hier op podium, Creatio heet het hier. En dat wil eigenlijk zeggen veel innovatieve en creatieve ideeën die hier voorbij gaan komen. En dat gaat gelijk al gebeuren. U mag gelijk al gaan staan. Onze eerste market vision die gaat 17 minuten duren. Ivan Te Winkel, adjunct directeur operations bij Raab Karreger. En even kijken, want ik had nog wat opgeschreven. Ik had nog wat gedaan. In de bouw hebben we het altijd erover dat we de klant centraal moeten gaan stellen. Nou, ik vond dit echt een concept waarin de klant super centraal wordt gesteld. Raab Karreger levert materialen waar en wanneer de klant dat wil. Nou, ook midden in de nacht, begreep ik. Als het moet. Als het moet. Nou, dat klinkt mooi. En dan nemen ze op de bouwplaats ook nog eens het afval mee retour. En dit reduceert vervoersbewegingen met 80%. Nou, ik vind dat gedachten die de toekomst laten zien. Ga op je plek staan. En dan gaan we een daverend applaus geven voor Ivan Te Winkel. U bent hier op Building Holland. En dat betekent volgens mij 1 ding. U wilt bouwen. U wilt allemaal bouwen, of u nou gemeente bent, of provincie, rijksoverheid, aannemer, installateur, projectontwikkelaar, noem maar op. U wilt graag bouwen. Wij willen met z'n allen bouwen. En er is alleen 1 ding. Er komt groei aan en wij willen met z'n allen bouwen in de binnenstad. En ervan uitgaande dat 30% van het verkeer wat op de weg zit, gelieerd is aan de bouw, dat betekent dat er een enorme druk staat als ontstaat op die binnenstad. CO2-uitstoot zal toenemen, is nu al een probleem. De veiligheid rondom die binnenstedelijke bouw is een probleem. Fietsen de kindertjes rondom bouwplaatsen, renovatieprojecten. We willen met z'n allen bouwen op een postzegel. 2 weken geleden nog heeft de gemeente Utrecht besloten dat ze binnenstedelijke bouw willen stimuleren. Dus dat betekent dat wij met z'n allen dezelfde kant op gaan rijden en met z'n allen dus in de file gaan staan voor de binnenstad. Dat hebben wij een tijdje zien aankomen, iets op ontwikkeld. En wij zijn daarin niet de enige. Ook grote aannemers hebben dat zien aankomen, hebben concepten ontwikkeld. En onder andere een grote bank bij ons in Nederland, de ING, die ook de afgelopen week al 3,5% groei voorspelde voor dit jaar in de bouw. Die zien daarin ook de toekomst in een hub in de bouwlogistiek. En die toekomst die zien wij ook. Sterker nog, daar hebben wij ook al praktijkervaring mee. Maar dat betekent wel iets. Dat betekent dat wij als bouwgroothandel een andere rol moeten gaan innemen. Dat wij de regie moeten en kunnen nemen over de toelevering van bouwstromen naar die binnenstedelijke bouwplaats. Maar dat betekent niet dat wij over onze eigen grenzen heen moeten stappen, maar dat betekent eigenlijk voor alle partijen in de bouw. Dus zoals je hier ziet, de leveranciers en de aannemers, ja, dat is eigenlijk het verticale lijntje waarop Raab Karreger zich altijd beweegt, waarop de bouwgroothandel zich beweegt.
De aannemer bestelt, wij bestellen bij de leverancier en wij zetten het vervolgens weer neer bij de klant. En de kern van het samenwerken is dat wij over de hele keten met elkaar gaan samenwerken. En dan gaat het niet alleen over het ontwerp van de bouw en de engineering en de werkvoorbereiding. Nee, dan gaat het juist over het bouwproces. Hoe krijgen wij het naar de bouw? Waar gaan wij het afleveren? Wanneer gaan wij het afleveren? Gerard die zei net al iets over, gaat u het dan 's nachts afleveren? Nou, dat is misschien wel een hele goede mogelijkheid. In ieder geval na werktijd is een hele gebruikelijke inmiddels al. Dat betekent wel dat we niet kunnen wachten tot het allemaal in kan en in kruik is met een project. Dat betekent dat we niet kunnen wachten totdat alles is ontworpen, totdat de stijgers staan, totdat is besloten wie er allemaal gaat toeleveren aan de bouw. Nee, dat betekent dat als we als partijen eerder met elkaar aan tafel moeten om ook over dat bouwproces te praten. En dit grafiekje van Deloitte & Touche van een aantal jaren geleden geeft denk ik mooi weer waar de winst te behalen valt. Die winst valt te behalen in de initiatief- en ontwerpfase. En ik praat dan niet over het ontwikkelen van het gebouw of het ontwikkelen van het project. Nee, ik praat dan over het bouwproces. Want daarvoor geldt precies hetzelfde. Als wij van tevoren met elkaar bepalen waar komt de stijger, is het een transportstijger, gaan we met een bouwlift werken, waar gaan wij op de bouw materialen verzamelen en afzetten, dan kunnen wij een hele efficiënte toestroom naar de bouw realiseren. Nou, dat het allemaal in theorie kan, dat zult u ongetwijfeld geloven, maar wij hebben hier ook een concept voor ontwikkeld wat we in de praktijk hebben uitgevoerd. Dus ik wil u een filmpje laten zien van een groot project in Enschede, Medisch Spectrum Twente, waarin wij het concept Leanworks toepassen. Met Leanworks voorziet Raaf Karger de aannemer van volledige logistieke ontzorging op het bouwproject. Just in time, just in place. Raaf Karger verzamelt de materialen van alle toeleveranciers op de dichtbijzijnde logistieke hub. Dit kunnen bouwmaterialen van Raaf Karger zijn, maar ook andere en zelfs branchevreemde goederen die verbonden zijn aan de functionaliteit van het gebouw. Alle benodigde materialen worden door dezelfde vrachtwagen just in time aangeleverd op de bouw. Daarmee wordt het aantal vervoersbewegingen naar de bouw aanzienlijk verminderd. Dus levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en vermindering van de verkeersoverlast. Binnen Leanworks lost Raaf Karger de materialen niet alleen naast de vrachtwagen, maar brengt deze tot op de werkplek. Just in place noemen we dat. Onder leiding van de ketencoördinator van Raaf Karger maken de runners gebruik van geavanceerde hulpmiddelen die per project ontwikkeld kunnen worden om zo efficiënter de toeleveringen te verzorgen. Maatwerk dus. Daardoor is er veel minder voorraad op de bouw en is de kans op diefstal en schade kleiner. Omdat de goederen 's ochtends al op de werkplek klaarstaan, kunnen de vakmensen meteen aan de slag en is een productiviteitsverbetering van 10-15% haalbaar. De runners verzorgen ook de gescheiden afvalinzameling. Dit afval wordt vervolgens met dezelfde vrachtwagen retour genomen naar de hub en daar in diverse secties verzameld, verwerkt en afgevoerd. Binnen Leanworks werken alle betrokken partijen in een bouwproject samen voor de aanvoer van materialen en wordt de gehele bouwketen efficiënter. Leanworks, volledige logistieke ontzorging, mogelijk gemaakt door Raaf Karger. Eén keer is genoeg. Misschien aardig om te vertellen. Wat betekent dit nou voor die vervoersstromen? 80% vermindering werd hier al aangekondigd enthousiast. En dat is ook echt zo. 1 of 2 keer per dag rijden wij naar deze bouw toe. En dat betekent zo'n 10 keer per week. Terwijl als iedere onderaannemer, iedere leverancier voor zichzelf was gegaan, had het betekend 75-80 toeleveringen op de bouw. Wachten bij de lift, wachten voor de bouwplaats. Dat betekent dus ook dat een tweewekelijks overleg tussen gemeente en projectdirectie over de verkeerssituatie rondom de bouw, dat het onderwerp verkeersdruk daar niet meer op de agenda staat, want het is niet meer actueel. Wat is daar in onze ogen voor nodig? Heel veel partijen hebben wel gezien, vooral de bouwers zelf, dat dit een ontwikkeling is die onontkoombaar is.
Alleen wat je daar vaak ziet is dat daar een nieuw halletje voor wordt gezet. Of dat er iets aan de rand van de stad wordt gecreëerd, een stukje braakliggend terrein. Met mooi woord, de final mile wordt gecreëerd. Alles daar verzamelen. Onze stelling is, dat kost alleen maar extra geld. Maak gebruik van de bestaande infrastructuur. Handelaren hebben magazijnen in de buurt van de bouw. Maak daar gebruik van. Zij rijden al naar die bouw toe. En ze kunnen daar alle goederen die naar die bouw toe gaan, combineren. Ook de materialen die ze niet verkopen. Ook de materialen die hun concurrent verkoopt. En ook de materialen die helemaal niks met bouwen te maken hebben, maar met de inrichting van het gebouw. Hoe ziet het er dan schematisch uit? We weten met z'n allen dat er bepaalde types materialen zijn die wil je liever niet twee keer in de handen houden. Die zien we hierboven in het schema. Kalkzandsteen, pannen, personen wil je helemaal niet in de handen houden. Maar ook dat is een issue. Ook personenvervoer, parkeren rondom de bouw is een belangrijk aspect. Daarvoor kun je wat wij dan noemen een soort hub 1.0 creëren. Dat betekent we verzamelen de auto's ergens op een braakliggend stuk terrein of op een terminal. En van daaruit laten we ze met mate toerijden naar de bouw. Maar er zijn heel veel goederen die zich prima lenen om te verzamelen in grote hoeveelheden op een magazijn. En van daaruit just in time naar die bouw toe te brengen. En het allerbelangrijkste of een heel belangrijk aspect is ook het retour van het afval. Als we die in één beweging mee retour kunnen nemen, betekent dat geen afvalverzameling op de bouw. Geen extra vracht naar die bouw toe om het afval apart weer op te halen. En daardoor dus ook aanzienlijk minder vervoersbewegingen. Hoe kunnen we dat nou mogelijk maken? Dat kan eigenlijk alleen door dat één persoon te laten coördineren. En dat is dezelfde persoon die het contact houdt tussen alle partijen op die bouw. De ketencoördinator. En die ketencoördinator, daar zal ik straks even op terugkomen. Die ketencoördinator die stuurt de runners aan op de bouw. Die onderhoudt de contacten met de aannemer, met de onderaannemers. Maar ook met de leveranciers van de onderaannemers en met de planner intern. Om de totale goederenstroom eigenlijk goed te coördineren. En dan is er nog een tweede aspect. Dat heeft u in de film ook gezien. Zeker de commerciële partijen die hier in de zaal zitten, die zullen herkennen. Wij willen wel groeien, maar wij willen eigenlijk niet groter worden. Wij willen niet meer personeel. En als u al meer personeel wil, waar haalt u de vakmensen dan straks vandaan? Want nu al blijkt dat er niet voldoende mensen op de opleiding zitten om straks alle vacatures weer te gaan invullen. Dus dat betekent dat uw mensen productiever zullen moeten worden. Want dit zijn beelden die uw vakmensen liever niet ziet doen, denk ik. Zij moeten bezig zijn met datgene waarvoor zij geschoold zijn. Het maximale uit een dag halen. En niet 4 of 4,5 uur productief, maar 6 uur productief op een bouw. Of misschien wel 6,5 uur. Nou, dat kan met behulp van runners op de bouw. Met gespecialiseerde mensen die daarin het beste zijn. En die daar ook hulpmiddelen bij kunnen gebruiken. Dus op ieder project zijn hulpmiddelen gemaakt die specifiek afstanden kunnen verminderen, afstanden kunnen versnellen. Een voorbeeldje op het Medisch Spectrum Twente, wat u net gezien heeft, is dat bij het sjouwen van de gipsplaat in eerste instantie 2 mensen 27 kilometer per dag liepen om de gipsplaten naar de andere kant van de bouw op te brengen. En toen konden zij 1 pakje, 1,5 pakje per 2 man aan. En daar hebben we hulpmiddelen op ontwikkeld. En nu kunnen zij met 1 persoon kunnen ze 2 pakken. Dus een factor 4 dankzij hulpmiddelen. Nou, dat kan alleen als je die hulpmiddelen ook over de breedte of meerdere bouwprojecten ook weer gaat gebruiken. En ze dus efficiënt ingezet kunnen worden. Heel belangrijk is dat je dus van tevoren dat met elkaar insteekt. Dus eigenlijk nog bijna voordat alle onderaannemers bekend zijn, dat je met elkaar de intentie uitspreekt. Zo willen wij de toelevering van die bouwplaats verzorgen. Dat willen wij gecoördineerd doen vanuit 1 plek en met 1 toeleveringsmoment op de bouw. En dat kan 's morgens zijn, dat kan 's avonds zijn. Dat willen we met behulp van runners doen. En daarin zit ook een aantal niveaus waar je met elkaar afstemt. Het begint met een plan van aanpak uiteraard. Maar ook na dat plan van aanpak zul je met alle partijen, met vaste contactpersonen, moeten kijken hoe gaan we dat blijvend vormgeven en hoe gaan we bijsturen. En in de dagelijkse praktijk zal ook de rol van een ieder moeten veranderen. Dat betekent bijvoorbeeld voor ons dat een planner niet degene is die op basis van een order de order van A naar B gaat laten brengen. Maar dat hij proactief met de aannemer en met de onderaannemer contact opneemt. Welke materialen hebben jullie aankomende week nodig? En zijn die al in ons magazijn? En hoe gaan we ervoor zorgen dat ze op tijd zijn? En hoe gaan we ervoor zorgen dat ze volgende week ook just in time bezorgd worden? Nou, dat is eigenlijk een vaste
aanpak. En wij noemen dat de bouwteam plus aanpak. Dus dat is niet alleen de ontwikkelaar, de installateur en de aannemer. Nee, daarvoor kan ook de onderaannemer erbij zitten. En daarvoor zitten dus ook de toeleverancier erbij. En ook de toeleveranciers van de onderaannemers. Om in de hele keten eigenlijk de zaak af te stemmen. Dan een enorme belangrijke, want ongetwijfeld zullen een aantal mensen hier in de zaal denken, ja, hoe ga ik dat bij mijn onderaannemers nou over de bühne krijgen? Want dat kost allemaal geld. En nou, ik heb met veel onderaannemers gepraat in de praktijk. En die denken allemaal dat logistiek niks kost. En als ik ze vraag, van, ja, maar hoe doen jullie dat dan? Ja, dat zit allemaal in de algemene kosten. En we hebben eigenlijk totaal geen beeld bij wat het dan betekent. Dus dat betekent dat we met een transparant model moeten werken. Tuurlijk, dit kost iets. Alleen het einddoel is dat het met elkaar wat oplevert. En dat betekent dat we een model moeten hanteren waarin heel duidelijk wordt welke dienst welk geld kost. Zodat we dat kunnen uitfilteren. Nou, daar is een model in denkbaar waarin je terugrekent eigenlijk naar Europallet niveau. En voor de opslag een tarief rekent. Voor het transport na de bouw een tariefje rekent. Eventueel voor verticaal transport. We hebben projecten inmiddels waar we 12 hoog aan het laden zijn. En dus het verticaal transport en de runners op de bouw, carry-on, ook een vast tarief. Met dat vaste tarief, daar weet iedere partij in de bouw van tevoren waar hij aan toe is. Hij weet exact, ik betaal voor mijn gipsplaten naar de bouw, betaal ik 3.500 euro op dit project om het op de plek te krijgen. En dan heb ik maandagmorgen om 7 uur staan mijn materialen op locatie AH12, want dat is waar mijn mensen aan het werk moeten en dan kunnen ze meteen aan de slag. Nou, als iedereen dat van tevoren weet, dan weet je ook waar je aan begint. Nou, we kunnen dat in kaart brengen op basis van alle materialen die naar die bouw toe gaan en een indicatie geven. En dan kun je dus met elkaar om de tafel en dan kun je ook met elkaar samen die bouw aanvliegen. Dus transparantie en samen aanvliegen, begin van de bouw vormgeven. Maak gebruik van de bestaande infrastructuur en dan kom je tot een toegevoegde waarde, denk ik, in het totale toeleveringsproces naar die bouwplaats. Waarbij je vervoer vermindert en uiteindelijk toekomt aan de belangrijkste waarden van dit model. Punt 1, reductie van het vervoer naar de bouwplaats. Dus nogmaals, veiligheid. Hele belangrijke, denk ik, in de binnenstad. Zowel in renovatiewerken als bij grote nieuwbouwprojecten op een postzegel. CO2-uitstoot, enorm belangrijke. Programmamanagers zijn er voortdurend mee bezig in de grote steden om te kijken hoe kunnen we dat verminderen. Tweede hele belangrijke is productiviteitsverbetering van de vakman. Vakmensen worden schaars. Ik weet het, we leven in een nieuwe realiteit. Maar desalniettemin zal het weer gaan groeien en zullen wij met z'n allen weer op zoek zijn naar die vakman. Nou, als we die vakman productiever kunnen maken, dan kunnen wij dus met dezelfde mensen meer bouwen met elkaar. En last but not least, partners worden van ontwerp tot oplevering. Dus niet alleen partners worden totdat het ontwerp er is en we met elkaar zeggen van nou aannemer, ga uw gang. Nee, tot oplevering. Dus we blijven samenwerken aan het bouwproces en we blijven kijken hoe kunnen wij totale efficiënte toelevering aan die bouw blijven vormgeven. En wij vatten dat samen met Leanworks en daarin maken wij gebruik van onze landelijke dekking van magazijnen. En op die manier zijn we tot de ontdekking gekomen dat een groot aantal partijen op deze manier zeker graag de toelevering van de bouw wil vormgeven. Nou, dat was het voor mij. Ik zie dat ik nog 1,5 minuut over heb, dus dat is best. Ik vind het best knap eigenlijk, Gerard. Dank u wel voor uw aandacht. Dank je wel. Nou, dat goed gedaan inderdaad. Zijn er nog vragen? Want dan heb ik nog 1,5 minuut. En als er geen vragen zijn, dan... Nee, ik zie niemand. Ja, jawel. Altijd. Mooi. Het gaat ook over het terugbrengen van afvalstoffen. En dat jullie ook betrokken zijn bij het ontwerp, heb ik begrepen. Ja, ik heb altijd geleerd, iedere kilo afval die je weggooit, heb je ook ingekocht ooit. Gaan jullie daar ook op letten? Ja, ik denk dat voor ons is... afgezien van dit concept zijn we al bezig met onze leveranciers. Hoe kunnen wij het afval van de materialen die wij na de bouw toebrengen reduceren? En dat kunnen we uiteraard bij dit soort concepten heel goed combineren. Dat betekent dat ook al vanuit onze magazijnen geldt, het afval wat er niet omheen zit, hoeft er ook niet naartoe gebracht worden en hoeven we dus ook niet weer op te halen. En dat geldt ook voor de leveranciers. Dus we zijn daar samen met leveranciers ook aan het kijken van ja, hoe kunnen we die afvalstroom na de bouw toe al beperken? En hoe kunnen we de hoeveelheden die leverancier gaat toeleveren aan onze magazijnen,
al meer op maat maken naar de bouw. En, zodat we met volle verpakkingseenheden kunnen werken. Niet hoeven ompakken weer in het magazijn en op die bouw. Dus dat is zeker een aspect wat ook geldt voor ons. Ja. Goed, dankjewel Ivan. Geef hem nog een hartelijk applaus. Dankjewel.